In de oorlog had ik Wouter van Gelderen. Ja. Dat was toen de oorlog begon. En dit is het eind. Dus dan moet deze lager. Ja. Dan hebben we hier het begin. Dan de jodensterren van meneer, de jodenster van meneer Zwarts. De jodenster van Anne Frank. De mooiste tijd van zijn leven. Dat gaat over Wouter. En over Henk van Gelderen. Volgende stukje is in de monoloog van Luana. Ik zou hem nog een keer doen. Ja, ik heb hem zo. Oh nee, dat kan niet. Weet je waarom niet? Omdat ze dood is. Omdat ze gestorven is in een concentratiekamp. Omdat ze Joods is. Omdat ze een jodenster moest dragen. En omdat de jodenster hier gemaakt is. Hier in Enschede. Daarom. De sterren moesten vastgenaaid op je kleding als je buiten kwam. En als je die niet op had en iemand herkende je, had je grote kans dat je opgepakt werd en naar een werkkamp gestuurd werd. Dat is niet iets van vroeger. Het zou nu ook weer kunnen gebeuren. Kijk maar naar Oekraïne. Op een gegeven moment kunnen mensen gewoon die verhalen niet meer navertellen. En nu kan het nog wel. Dus dan, als ze het nu niet doen, dan is het, gebeurt het nooit. Het is denk ik de vijfde keer dat we dit project doen. Theater naar de Dam is een landelijk project. En de jongerenprojecten zijn daar een onderdeel van. En eigenlijk door het hele land worden de voorstellingen gemaakt en wij doen daar aan mee. Op de Dam wordt op 4 mei is dodaardenking, 2 minuten stilte. En na die 2 minuten stilte is er eigenlijk door het hele land zijn er voorstellingen. En dat is eigenlijk Theater naar de Dam. En dat begon in Amsterdam met twee theatermakers, Jair en Bo. En die zagen dat er jongeren waren die met de kransen aan het voetballen waren de dag na de dodaardenking. En toen dachten ze, volgens mij beseffen ze niet wat het betekent, het herdenken, wat het inhoudt. Dus daar willen we iets mee. En nu is door het hele land zijn er voorstellingen over de Tweede Wereldoorlog na de Dam, dus na die 2 minuten stilte. Ze hadden in deze hoek eigenlijk nog helemaal niemand die meedeed. Wel Deventer, maar volgens mij hield het daar op. Dus de landelijke projecten tot en met Deventer en de rest was niet zo. En de gemeente waar je zit is zo bepalend voor de verhalen ook. Want kijk, dit alleen al, die jodensterren dat die hier gedrukt zijn, dat is dus echt Enschede. En dat, als je dat in Amsterdam, kan je dat dus al niet gaan doen. Niet dat dat een thema is, maar dat is, nou ja, wel die textiel en zo is wel echt een thema wat je hier alleen kan doen en niet ergens anders. De eerste keer dat ik meedeed, heeft Henk van Gelderen, die niet meer leeft, die heeft toen daarover verteld dat hij ze toen gevonden heeft. En ik heb dat toen niet gebruikt, omdat ik toen op een ander spoor zat. Dus ik heb een ander gedeelte van zijn verhaal gebruikt, maar het bleef altijd een beetje in mijn hoofd op de achtergrond. Ik dacht, ik moet daar iets mee, ik wil daar nog iets mee. En dit jaar dacht ik, volgens mij is nu het moment om daar dan iets mee te doen. Dus over de fabriek, over de jodensterren die dus gedrukt zijn in Enschede. Hoe mooi het ook beschreven is, en er zijn natuurlijk hele goede films over de Tweede Wereldoorlog, maar zo dichtbij komt dat nooit. Want het is altijd iets, oh ja, dat is een film of het is een boek. En dit is, ja, daarom maakt dat echt de indruk. Wij doen mee met de jongere editie van Theater naar de Dam. En dat betekent dat er jongeren worden gezocht die aan ouderen gekoppeld worden. Dus we zoeken dan ouderen. Vertellers, het liefst mensen die de oorlog hebben meegemaakt, maar die zijn er steeds minder. Dus het kunnen ook tweede generatie mensen zijn, dus een vader of een moeder die de oorlog heeft meegemaakt. En dan probeer je dat soort mensen te zoeken die verhalen hebben over de fabriek de Nijverheid of over de jodensterren. In ieder geval een link hebben met de Tweede Wereldoorlog. De jongeren interviewen dan de ouderen, dus de vertellers. En daar van die verhalen maak ik dan het script eigenlijk. Het is altijd heel spannend omdat je die mensen gesproken hebt, misschien even aan de telefoon natuurlijk. En die zijn dan uitgenodigd om hier dan te komen vertellen. En ik vind het altijd spannend van, oh, komen ze en kunnen ze het vinden en zo. Maar als het eenmaal loopt, dan komen er echt gesprekken die gewoon zo waardevol zijn en zo. Het is ook gezellig en we hebben appelgebak en we zeggen gewoon, het gaat om de gesprekken en natuurlijk er zijn vragen gemaakt, maar het gaat meer omdat het een wisselwerking is. En dat we van elkaar kunnen leren en dat we deze ontmoetingen vastleggen, die je normaal nooit zou hebben natuurlijk. Ik heb gezien dat bij de herdenking op de Dam in Amsterdam 4 mei heel veel jongeren waren. En dat is goed, want die hebben geen flauw benul wat er gebeurd is.
Ja, en nu door de oorlog in Oekraïne worden ze wel op die feiten gedrukt. En het is goed dat ze de verhalen van ons ouderen horen, in de hoop dat het nooit meer hier zal gebeuren. Maar mijn vader vertelde ook heel weinig over de oorlog eigenlijk. Enkele anekdotes, zeg maar, ja, wat hij daar leuk vond, maar verder niet over het oorlog zijn zelf, nee. Okay. Ondanks dat hij zelf in kamp had gezeten. Ja? Ja. Waarom heeft uw vader in het kamp gezeten? Hij was soldaat. Oh, oké. Okay. Dus. Als je op school geschiedenislessen hebt, wordt het heel anders neergezet dan hoe het eigenlijk echt is. Want er wordt nooit zo op die manier iets over gezegd. Wordt er gezegd, ja, de Joden die werden opgepakt en dit en dat. Maar hoe het dan ging met onderduiken bijvoorbeeld, wordt niet over gepraat. Er wordt gepraat, Hitler was aan de macht en dit en dat was gebeurd. Als je het leest, dan heb je nog wel eens dat je het snel vergeet of zo. Maar nu komt het gewoon echt binnen, want je hebt het zelf gehoord. En diegene, zijn emotie, die zat erbij. Ik vind ook dat je het zeg maar uit een heel ander perspectief krijgt. En dat vind ik ook eigenlijk wel weer mooi. Omdat je nu eigenlijk alleen maar zo van, Hitler wou de Joden vermoorden. Maar nu kom je ook helemaal verhalen tegen zo van, ik was hier geweest en dat was heel erg super spannend. En dan dat zie je eigenlijk niet in zeg maar geschiedenisboeken. Maar dat was een pure lot uit de loterij. Er stond een man stand daar aan het eind van de perron. Jij wel, jij niet? Ja. Wat deed met u de oorlog? Nou, ik deed gewoon niks. Ik realiseerde me wel dat er helemaal niks was. Wat vindt u van het gevoel dat er misschien een derde wereldoorlog aan kan komen? Ja, daar denk je maar liever niet aan. Ja. En je hoopt. Ik vond het wel moeilijk. Het was iets wat ik nog nooit had gedaan. En ik vond het soms een beetje moeilijk om door te vragen. Vooral omdat soms vielen ze stil of hadden ze eigenlijk niks te vertellen over het onderwerp. En dan ging ze een heel ander verhaal vertellen. Maar over het algemeen vond ik het wel leuk om te doen. Want je hoort toch wel hoe zij zich erbij voelen. Ik weet dus dat ik ongeveer dezelfde leeftijd had als alle kinderen die hier nu bij betrokken zijn. Dat ik ook aan mijn vader moest vragen van, hoe zat dat nou met die oorlog? En hij heeft mij toen altijd meegegeven. Dat was de mooiste tijd van zijn leven. En er zat, dat had ik toen niet door, een rare ondertoon in. Omdat er toch een hele hoop dingen gebeurd waren in die oorlog. Als ze binnenkomen, hebben we het er ook over, van wat weet je daarvan. En eigenlijk is het altijd wat je op school leert. Ze weten het uit boekjes, maar ze weten niet de echte verhalen. Hè. Je kan wel lezen over Joden en Jodenvervolgingen en Jodensterren. Maar als je dan meneer Zwarts hoort praten, die zelf een Jodenster heeft, dan is dat natuurlijk heel anders. Als meneer Zwarts hier binnen komt lopen met zijn eigen Jodenster, die hij dus nog steeds heeft, na 75 jaar, dat hij daarover komt vertellen, dat hij de kring rondgaat, dat iedereen zijn Jodenster mag vasthouden, mag voelen hoe het voelt. Dat heeft zo'n impact op hun, want zij zullen nooit meer hetzelfde naar zo'n Jodenster kijken, want ze weten nu hoe het voelt, hoe het eruit ziet, hoe het was om hem te dragen. Ik wist überhaupt niet dat die Jodensterren in Enschede waren gemaakt, dus dat maakte wel indruk. Ik vond het heel apart om hem vast te hebben, want het is eigenlijk een heel klein lapje stof en hij is heel licht, maar het gevoel erbij is heel zwaar. Het is gewoon, ja, het is een lapje stof, maar toch als je hem in je hand hebt en je gaat nadenken over wat de hele betekenis erachter is en alles, is het heel heftig eigenlijk. En het is wel raar dat zo'n lapje stof zoveel impact op je kan hebben. Ja, het is natuurlijk maar een heel klein dingetje, die ster. En ja, het is toch wel bijzonder dat dat nog bewaard is gebleven. En je zou niet denken dat mensen dat ook echt gaan bewaren thuis. Ik dacht gewoon, het is maar een dingetje of zo, maar het was heel apart. Die had ik bewust in mijn zak gestoken. Die hebben alle kinderen in de handen gehad en bekeken. Daar hebben wij dus een jaar lang mee moeten lopen, vastgenaaid op je kledij. Hè? En die is dus gedrukt in de textielfabriek van de Joodse familie van Gelderen, stoomweverij De Nijverheid. Toen de familie al uit de macht gezet was, er was een Duitse verwalter die de leiding van het bedrijf heeft overgenomen. En meneer van Gelderen heeft pas na de oorlog bij toeval een rol ontdekt met een paar honderd van die sterren, die was overgebleven, die lag in de monsterkamer van het bedrijf.
Die is nu te zien in het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Bij ons in de familie was dat iets wat wij als kinderen niet wisten. Dat heeft mijn vader ook nooit aan ons verteld. Überhaupt, de oorlog was toch al niet iets waar we dagelijks mee bezig waren. Ik kan me herinneren toen het net bekend was. In Amsterdam, in een restaurant. We hebben daar aan zijn lippen gehangen. Om toch te weten wat daar nou precies achter zat. En wat daar, wat hij daar later van begrepen had. Wat daar de cynische achtergrond van was. Vlak na de oorlog nam zijn vader de fabriek De Nijverheid over. Zijn vader was de fabriek aan het scannen. Hij kwam een ruimte binnen, met allerlei stoffen op rol. Van elke stof die ze ooit gedrukt hadden, was er nog een exemplaar voor in het archief. Ja, goed. Zijn vader kwam een grote rol gele stof tegen. Hij pakte die en zag dat het de jodensterren waren. Ja, kom maar naar voren met die rol. De jodensterren. Hoe is het mogelijk, dacht hij. Het idee dus dat de bezetter juist een Joodse fabriek kiest om een ster te drukken die puur tot doel had om de Joodse bevolking te stigmatiseren, apart te zetten en te isoleren. Dat die nou juist uit die fabriek komt, dat is een, dat was toch wel inderdaad even een punt waarvan we denken van nou, dat is, ja, dat is niet iets wat je makkelijk even met een en een glas wijn wegdrinkt. De bezetter heeft alles eraan gedaan om de Joodse gemeenschap deelgenoot te maken van hun eigen ondergang. Mijn vader kreeg in de loop van 1942 het gevoel van dat loopt niet goed af. Toen zijn er al mensen afgevoerd naar de kampen, die kregen een brief. U moet zich op die en die datum melden op het station in Enschede. U mag meenemen een slaapzak en wat kleren en een rugzak. Hè? En u wordt te werk gesteld in een kamp. Verder, niks erbij. Want niemand wist van gaskamers of vernietigingskampen. Wij hebben dit pas na de oorlog gehoord, dat er gaskamers waren. Iedereen dacht dat men te werk gesteld werd in Duitsland ergens om loopgraven te maken of te werken, maar men heeft nooit gedacht dat men vermoord zou worden. En dat zijn er in totaal 6 miljoen Joden geweest. En dat één man dit veroorzaakt heeft. Adolf Hitler. Ik zie gewoon heel erg het belang van dit project, omdat ik zie dat er dus lichtjes aangaan bij kinderen. Omdat ik zie kwartjes vallen, ik zie dat het iets doet met ze. Dat ze denken, oh, dit is waarom we dit doen, dit is waarom we 2 minuten stil zijn, dit is waarom het belangrijk is om die verhalen te blijven vertellen. En andersom ook van die vertellers die dan hun verhaal eindelijk kwijt kunnen, want soms praten ze er helemaal niet over, soms hebben ze er heel lang niet over gepraat, maar er zijn ook ouderen bij die lezingen geven op scholen die er alleen maar over praten. Die heb je er ook tussen zitten. Maar het is heel bijzonder om jouw verhaal te delen met iemand en dat dan getheatraliseerd zien worden in een voorstelling die iets doet met mensen. We hebben nog nooit gehad eigenlijk dat iemand zei, nou, dat moet je echt nooit aan meedoen. Helemaal niet. En dan, wat wel heel vaak is dat mensen dan denken, nou, hoe gaan ze hier, of heb ik daar vertrouwen in hoe hier dan theater van wordt gemaakt. Maar dat blijft tot aan het einde, tot aan dat ze het zien, van nou, ben benieuwd, of wordt dat wel wat? En hoe gaan ze dan mijn verhaal daarin gebruiken? Want sommigen vinden dat verhaal dan ook niet belangrijk genoeg. En dat is het juist wel, omdat wij dan daar weer
over praten en met de jongeren hun blik daarop laten zien. Ik vond het heel mooi, want we interviewden meneer Zwarts. En hij was zeg maar ondergedoken voor 2 jaar, alleen hij had kiespijn, dus hij moest naar de tandarts. En toen hebben ze het helemaal geregeld met de tandarts en dat vond ik zo'n speciaal verhaal van dat zoveel mensen zeg maar eigenlijk aan één klein dingetje werken en dat het eigenlijk bijna mis is gegaan omdat hij een Duitser tegenkwam, maar uiteindelijk ja, is het toch goed gegaan. We hadden 2 jaar binnen gezeten, 2 jaar nooit buiten geweest, behalve 1 keer. Toen ik in de loop van 1944 kiespijn kreeg, in de winter van 1944. En toen hadden wij de heer Dikker gevraagd om naar onze tandarts te gaan. Die tandarts die zei, laat het maar komen. Ik ben er 's avonds naartoe gewandeld, muts op. Want ik moest min of meer door de buurt waar wij altijd gewoond hadden lopen om bij die tandarts te komen. En ik mocht natuurlijk niet herkend worden. Dat is allemaal goed gegaan. Die tandarts heeft mij van mijn pijn afgeholpen. En toen ik terugliep naar de Everard van der Marktstraat, liep ik over de Tubantia-singel. En toen kwam ik een Duitse soldaat tegen. Nou, ik liep gewoon door. En toen hij dichter bij me was, zei hij, entschuldigen Sie, wissen Sie auch wie Spedest is? En ik kijk op mijn horloge en ik zeg, Viertel nach sieben. Zei hij, oh dank. En hij liep door. Je kunt voorstellen dat mijn hartje toen wel even extra geklopt heeft. Maar het is goed gegaan. Wat ik wel heel mooi vind is om de jongeren bij hun eigen verteller te laten. Dus bijvoorbeeld Taro en Noah, die hebben meneer Zwarts geïnterviewd. Dus zij spelen dan ook de scène van meneer Zwarts. Dus ik probeer dat wel zo te linken. En dan is het heel veel schrijven, 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 schrijven. Heel veel schrijven. En dan schrappen, kijken van dit kan wel, dit kan niet. Soms met pijn in het hart dingen weggooien, wat toch heel mooi is, maar dan er niet lekker in past. En dan heb ik denk ik de scènes die ik wil hebben, dan leg ik alles uit op de vloer, alle losse scènes en dan ga ik schuiven. Want ik denk dat dit hier moet, ik denk dat dit daar moet. En soms gaat dat heel snel en soms duurt het heel lang en soms klopt het niet en dan moet er dus toch nog iets bij of iets af. En dan valt het allemaal toch in elkaar. Ja, dus we moeten 1 voor 1. Jullie gaan nu met z'n 2 al, hè? Dus jij gaat als eerst. Dan komt er 1 van jullie. Dan komt er 1 van jullie. Dan komt er 1 van jullie. Jullie gaan als eerst. Dan gooi jij iets. Allemaal gooien. Stop! En je tekst. Oké. Kijk, Gosse. Kijk, Gosse. Dit is een goede Duits. Ja, check het werk voor de chef. Wat denk je? Hij gaat stoppen. Ja, en ga je allemaal gooien. En bij de Bouke heeft nog steeds last van het NSB-verleden, hè? Toen ze bij de AMRO-bank werkte, was er een man die nare opmerkingen maakte. Hij zei dan dingen zoals overlopen. Soms zou ze willen dat ze hem eens flink in de nekvel had gepakt. Soms zou ze willen dat ze hem eens flink de mond had gesnoerd. Volgende stukje is in de monoloog van Luana. Jullie zijn allemaal aan de zijkant. Jullie zijn afgegaan na het lied. Ik weet niet welke kant dat is, dus ga maar gewoon aan één kant staan waar je denkt, die gaat eraf. Ik sta hier, ja, dus laat ik mijn handen wel hier om dat te wandelen. Ja, laten we het maar wel doen. Bij mijn boeren tata, dat betekent overgroot opa in onze taal, waren ze met 17 man. 2 ouders, 12 zonen en 3 dochters. Ze hadden 3 woonwagens met paarden ervoor. Op een dag kwamen de Duitsers langs. Oh ja, op een dag kwamen de Duitsers langs. We hadden dit jaar Luana en die komt uit een Sinti-familie en die heeft voor het eerst haar opa geïnterviewd over de oorlog. En daar kwam een heel mooi verhaal uit waar ik een monoloog over heb geschreven. En zij heeft die gespeeld en er zat nog muziek bij van die haar familie speelde en dat is een super mooie scène geworden. En dat was de eerste keer dat dat familieverhaal verteld werd. Ik vind het wel, wel belangrijk dat je dan iets weet over de geschiedenis van je eigen familie. Dat ja, ik wist het niet. Ik wist wel hoe ze hebben geleefd en zo, maar niet hoe het toen was. Ik wist wel ja, kleine dingetjes, kleine details, maar dat zijn vader en zijn moeder dan daar was en dat ze met een bus onder de grond gingen, ja, dat wist ik allemaal niet. Dat is wel ongeloofwaardig eigenlijk. Mijn papa vertelde mij dat Sinti anders waren dan Joden.
de laatste scène? Ja. 1941. Het meisje dicht bij huis. Haar vader had een pakje en die pakte ze toen. En vandaag komt Andrada. En dan is, ja, dat is ook spannend, want Andrada is van Theater naar de Dam. En ja, zij komt niet beoordelen of zo, ze komt ons helpen. Maar eigenlijk willen we dan gewoon dat ze al een doorloop kunnen laten zien. Maar dat kan niet, want het is heel veel tekst en er zijn nog lang niet af. Dus het is altijd een beetje spannend dat zij dan nu al komt kijken. Dus ja, daar ben ik een beetje zenuwachtig. En René ook trouwens hoor, die vindt het ook spannend. Ik doe jullie dus aan de kant tijdens de monoloog van Luana. Doen jullie dit allemaal? Wil je gewoon nog een keer? Nee, nog meer? Moet ik dat dan ook doen? Ja. Ja, dus je mag het daarna, na jouw monoloog, gaan zij dat doen. Dan jij pak jij gewoon een doek, ga je het opvouwen en dan sluit je je aan bij de stellingkast. Maar ook daarin, met helpen bedoel ik ook dat als je aan de zijkant staat en dan hoor ik het van jou, dan heb je geen coulissen. Je bent altijd zichtbaar. Dus als iemand hier de monoloog in het midden staat te doen en jij daar aan de zijkant de hele tijd zenuwachtig aan het doen bent of aan je haar gaat zitten, dan ga ik naar jou kijken. Dus dan pak jij die focus waar eigenlijk, want die voorstelling gaat even op dat moment om die monoloog. Dan pak jij, dan word ik afgeleid. Dus wees daar inderdaad bewust van dat je er continu eigenlijk alle ogen op jullie allemaal gericht zijn en elke beweging die jullie doen en betekenis heeft. Ja. Want je zit in een soort van codetaal van de theaterwereld. Dus elke beweging, hoe klein die ook is, ook dat wat je nu aan het doen bent, als je dat ook op de stoel doet, dan denk ik, oké, daar is iets met dat meisje. Dat betekent dat er iets met haar. Er is iets met haar, dan komt zo meteen een stuk over haar haar. Dan ga ik van alles bedenken in mijn hoofd. Maar het gaat allemaal goed komen. Dus ik wens jullie heel veel succes. Toi toi toi. Oh. En genieten. Ik stel me wel eens voor van wat nou als ik nu mijn moeder zou verliezen. En heel veel mensen hebben dat meegemaakt in de oorlog. Of hun vader of broertjes, zusjes. Dat ze die hebben verloren. En als ik me nu moet inbeelden dat ik mijn ouders zou verliezen. Of gezinsleden überhaupt. Of überhaupt van mijn familie. Is er? Is dit een spanning? Ik weet het even niet. Dat is ook niet erg. Komt allemaal goed. Gooit het maar uit. Ja, maar het is ook allemaal spannend en het is allemaal veel, het is allemaal nieuw. Je beseft nu denk ik ook nog meer wat het allemaal heeft gedaan in de oorlog. En ja. Nu als, je hebt zoveel lawaai in de wereld en dat iedereen gezamenlijk 2 minuten stil is, dat kan heel veel met je doen. Ja, en dat is ook heel mooi toch, dat het dit met je doet. Er worden heel veel grappen over gemaakt. Sommige vind ik ook wel grappig, alleen als je nu steeds meer er echt in komt, dan krijg je er meer gevoel bij, waardoor je dus waardoor het dus meer echt overkomt. Er zit ook wel een bepaalde lading aan dit project, want het is natuurlijk voor de dodenherdenking, dus iedereen zit al in die sfeer. En dan heb je ook nog dat de mensen die benoemd worden in die voorstelling, die zitten straks hier, weet je wel. Dat geeft al zoveel extra lading, zoals als ze zeggen, meneer Zwarts, moest dan en dan
onderduiken. Of die was toen zo oud. En die meneer Zwart zit gewoon daar zometeen. En iedereen weet dat ook. Dus dat geeft het project ook zo'n extra lading. En dat is ook zo bijzonder. Het gaat niet over Shakespeare en liefde en dingen en grotere. Het gaat over kleine dingen, kleine verhalen hier, weet je wel. Het is in Enschede gebeurd. Die mensen zitten gewoon hier, die verhalen. Ga lekker achter zitten. Mensen komen zo binnen. Waarom zijn jullie spelen? Welkom, dames en heren, bij alweer de 6e editie van dit jongerenproject van Theater naar de Dam in Enschede. Meneer Zwart vertelde ons dat hij vanaf 1 mei een jodenster moest dragen. Oh nee, dat kan helemaal niet. Omdat ze dood is. Omdat ze is overleden in een concentratiekamp. Omdat ze joods was. En omdat de jodenster hier is gemaakt. Hier in Enschede. 569.355 stemmen. Die zigeuners moeten mee. Die zigeuners moeten naar Auschwitz. Op 8 april 1943 is meneer Zwarts dus de onderduik ingegaan. Zo noemde hij dat. De onderduik ingegaan. Ik denk niet dat ik het zou durven in het verzet te zitten. Dat kunnen jullie allemaal wel zeggen, maar jullie weten het niet, hè? Je weet niet wat je doet als het echt oorlog is. Ik denk dat ik gewoon niks zou doen. Ik denk dat ik gewoon mijn leven zou leiden. Zoals de meeste Nederlanders dat deden in de oorlog. We zijn niet allemaal Henk van Gelderen. Maar dat is zo leuk gedaan, ja, door die kinderen, door die 8 kinderen, met zoveel enthousiasme. En ja, ik vond het boeiend. Ja, heel leuk. En hoe de regisseuse met die lappen is omgesprongen en dezelfde kleur van die sterren. En jammer dat het maar eenmaal opgevoerd kon worden. Hè. Want die kinderen hebben er ook zelf een hoop lol aan gehad. Ik heb verschillende kinderen na afloop gesproken. En die zeiden, wij vonden het ontzettend leuk om te doen. Nee, het is heel nuttig. Nu is het echt van hun, weet je wel. Zij weten zometeen, die fabriek van Scholten, daar gingen de mensen heen die fout waren. De Nijverheidsstraat, daar zat die fabriek. Daar zat die meneer ondergedoken. Dat zijn gewoon plekken waar ze langs lopen, die een hele andere lading krijgen nu. En ik weet zeker dat zij dit soort verhalen en die hele oorlog en dat herdenken ervan, dat ze het nooit meer vergeten.